De kerstmarkt is aankomende vrijdag en zaterdag. Begint 's middags om 3 uur tot 9 uur 's avonds. En er zijn zo'n 25 deelnemers. En er is van alles te doen. Er zijn home deco kraampjes met glaswerk. En allemaal met de kerst te maken natuurlijk. En kerstballen. En nou ja, ik kan ze gek niet opnoemen, of het is er wel. En voor de inwendige mens is er ook het een en ander. Er staat een oliebollenkraam, daar komt iemand zalm roken. Uiteraard braadworst, dus van alles is te doen en te zien. De molen zorgt ook voor koffie onder andere. En de winkeliersvereniging schenkt trouwens kluurwijn zonder alcohol, uiteraard. En de molen is open, verlicht en hij draait. En ik heb begrepen dat de kluurwijn gratis is. De kluurwijn is gratis, wordt aangeboden door de winkeliersvereniging. Verder is er trouwens nog een is in iedere stand een kaart te krijgen waarmee je, als je die invult, €40 een cadeaubon van €40 kan krijgen te besteden bij de winkels in de straat. Oh, en voor de kinderen, is daar ook nog iets speciaals? Er is nog een grabbelton, er is een rad van avontuur, er is eendjes vangen, dus ook voor de kinderen zijn er leuke dingen. We proberen te zorgen voor voldoende parkeerruimte op de hoek van de Knoopshefte en de Nieuwstraat. De parkeerterrein mag gebruikt worden en er is voldoende parkeerruimte op de Veldkampweg bijvoorbeeld. Nou, dat is een klein stukje lopen. En op de fiets kan ook. Dus allemaal aanstaande vrijdag 23 en 24 november naar de kerstmarkt in het Nieuwstraatkwartier. Ja, dat lijkt mij wel. En als het een succes wordt, dan zijn we van plan om het ideaal te gaan doen. Want het maakt natuurlijk een hoop gezelligheid in de straat. En zeker als de straat straks klaar is. En dan zo'n kerstmarkt is natuurlijk hartstikke leuk. Onze vuurwerkshow, jaarlijkse vuurwerkshow, is 30 november op het Rembrandtveld. En dat belooft een groot spektakel te worden dit jaar.